zit er een klein beetje te klooien met licht hier. Ik heb hier nu niet voldoende licht. Maar ja, er wordt aan gewerkt, dus ja, dat is even niet anders. Dit zijn de zijconsolen die geleverd zijn door BLE Sideconsolen. En jongens, kijk eens hoe dik. Het kussentje is helemaal afgewerkt met leer. En ja, dat ziet er gewoon super goed uit. Een mooi dik kussentje waar je gewoon je hand op legt. En ja, allebei zijn netjes afgewerkt. Deze is voor de linkerkant. Ze worden allemaal geleverd met een USB-kabeltje. En ja, de switches die erop zitten voelen heel erg aan. Of heel erg netjes, om het maar zo te zeggen. Allerlei knopjes die je gewoon kan instellen hoe je het maar wil. Ik heb gekozen voor de drieweg. En dan heb ik hier onderop heb ik ook nog twee. Dat kan je zo wel zien. Twee. En dat is eigenlijk de console, hoe die er verder uitziet. De knopjes zijn helemaal instelbaar. Als die aanstaat, zou je ook zien dat de lampjes branden. Kijk, ik heb hem even voor jullie aangesloten. En dan zie je ook dat eigenlijk alle lampjes gewoon werken, functioneel zijn. Kijk, en hier kan je eigenlijk beter zien de knopjes. Nou ja, en als je ook gewoon de joystick zelf ziet, zie je gewoon dat het mooie kwaliteit is. Nou ja, nogmaals, de knoppen heel erg solide. En ja, je kan ze eigenlijk instellen zoals je het zelf graag wil. Maar jongens, kijk eens eventjes. Ik weet natuurlijk dat de nieuwe console van Thrustmaster er inmiddels ook zijn. Maar jongens, dit doet niet anders. Of dit doet niet onder van de Thrustmaster console. Misschien vind ik dit nog wel beter en mooier. Kijk, dit is dan het rechter console. Ja, alles netjes afgewerkt met knopjes. Erg mooi gedaan. Ook weer de switches zitten erin. En uiteraard is deze kant met een sleutel. Zit een sleutel onderuit. Bam, licht. Super mooi, super netjes. Netjes afgewerkt allemaal. Hier aan de bovenkant hebben wij ook nog een aantal knopjes. En allemaal zijn weer apart in te stellen van wat je zelf wilt. Deze joystick hebben we gekozen om aan de linkerkant ook knoppen te maken en niet op de achterkant. Ook deze console is netjes afgewerkt met leer. Het is super zacht. En ja, ik ben er gewoon super blij mee. Dus BLE Sideconsolen, dankjewel voor het vertrouwen en het mooie samenwerking. En we gaan in de toekomst nog veel meer doen, jongens. Ook zal ik jullie binnenkort meenemen in het aansluiten en het testen, helemaal het testen van de zijconsolen. En er zal nog een nieuwe video van komen.